Van Peperzeel is de grootste inzamelaar van oude accu's en batterijen in Nederland. Het is een familiebedrijf dat in 1978 in Ermelo is opgericht en in 2007 verhuisde naar Lelystad vanwege ruimtegebrek. Het bedrijf telt momenteel 22 medewerkers, waarvan de helft woonachtig is in Lelystad. Zoon Johan van Peperzeel is de algemeen directeur van het bedrijf en is zeer actief betrokken in de branche en bij het Lelystadse bedrijfsleven. Via een uitgebreid netwerk worden jaarlijks vele duizenden tonnen batterijen verzameld en vervolgens aangeleverd op het Nationaal Sorteercentrum in Lelystad. In de inzameling en recycling van gebruikte huishoudbatterijen is Van Peperzeel de enige in Nederland. Ook werkt het bedrijf voor landelijk opererende grossiers in de automobielbranche. De oude accu's worden gereed gemaakt voor recycling en geleverd bij erkende verwerkers in Europa. Vanuit de inzameling, sortering en de uiteindelijke verwerking en recycling van huishoudbatterijen is ook de expertise ontstaan omtrent de nieuwe type batterijen, welke in hybride en elektrische voertuigen worden toegepast. Ook op dit gebied is Van Peperzeel zeer innovatief bezig en heeft hiervoor een patentaanvraag lopen. Van Peperzeel verwacht met name op gebied van hybride voertuigen een grote groei te kunnen doormaken met hun bedrijf.